Welkom allemaal bij deze nieuwe editie van de Kerkenvlogs. Mijn naam is Lucas Jacob en ik sta hier voor onze mooie kerk Moravik in Hengelo. Nu wij toch even buiten staan bij dit prachtige gebouw, wil ik even een paar weetjes benoemen over deze kerk. Ten eerste is dit kerkgebouw misschien al wat ouder, maar sinds 23 januari 2010 wordt deze kerk ook gebruikt door de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap en dan vooral als gebedsthuis. Naast de Sint-Johanneskerk en de Mariakerk is dit nu al de derde kerk in Hengelo. Diensten worden gehouden door Abuna Deroyo Ablahar. Dan is het nu tijd om even binnen een kijkje te nemen. Loop met me mee. Moraugi. Volgens de overlevering de stichter van het Syrisch kloosterleven. Hij begon als parelduiker die de parels weggaf aan de armen en behoeftigen. Halverwege zijn leven besloot hij monnik te worden. Daarna besloot hij naar Mesopotamië te gaan. Hij vestigde zich in de buurt van de berg Isla. De ruïnes van het klooster met zijn naam bevinden zich nog op die berg Isla. Sorry, ik kon het echt niet laten. Wisten jullie dat een verslag vermeldt dat Auginas een van de grote drie steunpilaren was van de kloosterwereld eigenlijk? Daarnaast hebben zijn zusters ook een nonnenklooster gesticht. Nog een aantal interessante weetjes zijn dat in de Semitische talen zijn letters ook cijfers. En zo vormen de letters die horen bij zijn naam Augie samen het getal 70. Dit is ook het getal van het aantal leerlingen die Moraugie volgden. Beroemd is het naar hem genoemde Moraugin klooster in Turabdin, dat sinds enkele jaren weer door Syrisch-Orthodoxe monniken bevolkt is, waaronder een monnik uit Nederland. Om wat meer te weten te komen over de gemeenschap van deze kerk, is Lucie gekomen om onze vragen te beantwoorden. Dankjewel Lucie voor je tijd. Jij bedankt voor het komen. Heel goed. Ik heb een aantal vragen voor jou en ik hoop dat je ook deze kan beantwoorden om het meer informatie te krijgen over jullie kerk en de gemeenschap. Gaan we best doen voor je. Is deze kerk alleen door de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap gebruikt of ook eigenlijk andere gemeenschappen? Nee, we hebben hiervoor hebben we de kerk gedeeld met de Rooms-Katholieke gemeenschap. Ja. En daarna, een paar jaar later, hebben we hem overgekocht van hen. Ja, en die samenwerking tussen een andere gemeenschap, ging dat goed of? Ja, ging heel goed. Op zondagen hadden wij vooral de ochtenden. Waarbij onze kerkdienst deden ja. En de Rooms-Katholieke gemeenschap die deed dan de middag. En de samenwerking ging wel prima. Ja, oké. Dat is wel fijn. Zeker, ja. En je zei dat jullie deze kerk gekocht hadden. En toen jullie deze gekocht hadden, zag die kerk er ook al zo van binnenuit, of? Merendeels wel. We hebben verder alleen wat iconen toegevoegd en de medop hebben we zelf gebouwd. Maar verder is het wel een beetje hetzelfde gebleven, ja. Ja, interessant. Zelf gebouwd dus. Ja. En weet je ook ongeveer hoeveel gezinnen jullie kerk telt? Ongeveer rond de 90-100 gezinnen. Okay. En betekent dat ook dat over het algemeen de zondag de kerk ook vol zit of valt dat niet? Nee, wij zitten niet altijd vol. Meestal zitten we rond de 50 man in de kerk. Dan heb ik de Shamoshe en de Abuna et cetera allemaal niet meegeteld. Ja. En bij speciale feestdagen zoals Kerst en Pasen zit die dan wel vol of? Ja, dat is wel heel mooi om te zien, want dan zit echt de kerk helemaal bomvol. Daar hebben we ook echt helemaal geen plek meer over. Okay. Dus ja. Dan wel inderdaad. Ik zie dat achterin ook tafels en stoelen staan. Waarom staan die tafels en stoelen eigenlijk hier? Nou, wij hebben zelf niet echt een hele grote zaal. Dat is echt een beetje ons zaaltje. Ja. En dan gaan we meestal zitten naar de kerk. Koffie, thee drinken, brood eten. Ja. We hebben verder wel beneden nog een extra zaaltje, die is wel wat groter. Ja. Maar omdat ouderen toch niet zo goed trap kunnen lopen, hebben we toch wel gekozen om meer gebruik te maken van deze. Ja, zeker. En dat past ook dus. Ja, ja. En hoe zetten jullie die eigenlijk in voor de jongeren? Door activiteiten met SGP te organiseren, leuke dingen doen, ja. Tripjes organiseren, maar ook bijbelstudies. Oh, ja. En dat wordt allemaal hier in de kerk gehouden? Ja, hier in de kerk, maar ook in samenwerking met andere kerken. Ja. En weet je ook hoeveel leden het comité bevat? Nu 6, maar continu aan de 7. Ah, okay. Dat is altijd mooi om te zien. Ja, 7. Ja. Ja. Hebben jullie ook een plek waar jullie als SOJP vergaderen en dingen plannen eigenlijk? Ja, de zaal beneden,
waar ik eerder over vertelde, daar zitten wij meestal. Okay. Het vergaderen, zowel het vergaderen als ook de activiteiten. Aha. Die doen we daar ook. Ja. Zouden we daar straks een kijkje kunnen nemen? Ja, tuurlijk. Ja. Ik heb nog wel een leuk weetje over de kerk. Onze kerk die is vernoemd naar de heilige Moroki natuurlijk, maar ook naar onze bisschop Auki. Okay. Ja. Ja, interessant. Zeker. Dankjewel voor het beantwoorden van de vragen. En, ik wil nu eigenlijk wel die ruimte zien waar, waar jullie vergaderen en evenementen houden. Ja, is kunnen goed. We dat zien? Ja, tuurlijk. Ja, helemaal goed. Ja. Dames en heren, we zijn weer aan het einde van een nieuwe kerkenvlog en ik heb echt genoten van Moroki en ik wil Lucio nogmaals bedanken dat ze ons mee heeft genomen en ons wat verteld heeft over de kerk en haar gemeenschap. Hopelijk zie ik jullie weer terug bij een volgende video. Tot later!